Hebben jullie een idee hoe je dit kunt stylen? Ja, ik mag dus 50 euro shoptegoed weggeven. Hoi allemaal, ik heb vandaag eindelijk weer een shoplog voor jullie. Ik weet dat jullie dat heel erg leuk vinden en ik vind het zelf ook heel erg leuk. En wat ook heel erg leuk is aan deze video is dat je alles wat hier ziet hangen heb ik opgestuurd gekregen. En ik wil als eerste even meteen zeggen, ik wil niet zo'n YouTube kanaal worden. Zo van, als je mij iets gratis geeft dan praat ik er standaard positief over, zeg maar. Ik krijg sowieso niet betaald om iets te zeggen, maar ik krijg het wel gratis opgestuurd, maar ik geef het nog gewoon eerlijke mening. En er zijn heel veel mensen die dat ook zeggen, maar van ik denk, volgens mij doe je dat niet. Dus mensen die mij kennen weten wel dat ik er altijd eerlijk over zou praten. Het leuke is dat er een winactie aan verbonden zit aan een van de webshops waar ik wat van heb gekregen. En ik heb kortingscodes. Ik heb wat van de webshop yesjeezy.com van Straatstijl, Shein en Gearbest. Dat is een webshop die ik zelf nog helemaal niet kende. Ik heb alles op hangers gehangen, maar ik laat ook de try-on beelden zien. Het is best wel veel. Met de meeste items ben ik echt super blij. Dus ik ga gewoon meteen beginnen. Ik zal maar gewoon gelijk beginnen met de webshop waar winactie aan verbonden zit. Want dan weet ik zeker dat jullie niet nu gaan doorspoelen om alleen de winactie te zien. Dat is de webshop Straatstijl. En ik heb ze zelf gemaild. En ik kreeg best wel lang duurde het volgens mij. Maar ik kreeg een hele leuke reactie terug. En ik mocht best wel leuke dingen uitzoeken. Het eerste item is dit spijker blouseje. Probeer me wel goed in jullie te laten zien. Ik zal trouwens even zeggen, dit is een maat 14. Maar ik zet dus alle linkjes in de beschrijving. Dus het is wel makkelijk. Het is dus zeg maar een online fashion shop blog. Dus alles, mocht je het leuk vinden, kun je zeg maar direct bestellen. Waarschijnlijk is alles er ook nog. En als het goed is, heb ik echt voor alles de grootste maat. Ik geef altijd de linkjes door en dan de grootste maat. En ik heb ook ontdekt dat ik best wel moet gaan opletten dat ik naar de maattabellen moet gaan kijken. Want ik heb ook een paar dingen die dan te groot zijn, zeg maar. Maar goed, dat is dit spijker blouseje. En ik heb wel eens eerder gezegd, ik droeg heel veel blouses vroeger. Maar al die blouses zijn best wel klein. Pas ik niet echt meer. En deze is heel erg lang. Die zit wel op het aanbeeld. Ik vind hem super leuk. Heel erg simpel. De prijzen zeg ik trouwens niet, want ik ben altijd iemand die alle prijzen kent. Maar ik moet eerlijk toegeven dat als ik het heb gekregen, ik de prijzen niet uit mijn hoofd ken. Alles wat ik heb gehad hang ik hier. Dus het rekje wordt steeds kleiner. Het volgende item vind ik heel erg leuk, maar ik wist al toen ik op de webshop keek van misschien ga ik hem niet passen, maar ik wou het toch erop wagen. Hij zit heel erg strak, dus sommige van jullie zullen zeggen hij is mooi. Ik voel me er zelf niet heel prettig bij omdat hij vrij strak zit. Maar ik vind het toch heel erg leuk om hem te hebben, want ja, als ik hier bijvoorbeeld een jasje op doe, dan maakt het niet heel erg veel uit dat hij een beetje strak zit. Ik film nu met een softbox voor het eerst, want het is niet meer te doen. Je moet echt voor 5 uur filmen, wil je nog licht hebben. Het lijkt alsof hij heel erg doorschijnt, maar doordat hij zwart is, als ik hem aan had, scheen hij helemaal niet door eigenlijk. Maar je ziet, het is een soort van glimmend stofje. Ik vond het gewoon zo leuk voor feestdagen. Hij lijkt nu een beetje op een normaal t-shirt, maar hij is best wel cropped, geloof ik. Dit is een maat L, die vorige was een XL. Ik zal het erbij proberen te zeggen. Heel erg basic, maar ja, dit is echt iets wat ik totaal nog niet heb. Dus die wil ik gewoon proberen. Dat is iets wat je dan, als je dan wat mag uitzoeken, denk je, oké, ik ga die een keer proberen of dat mij staat. Terwijl heel veel mensen waarschijnlijk juist heel veel van dat soort dingen hebben. Dan iets superleuks. Dit is een Destroyed. Ik weet even niet meer hoe deze heet. Het is in ieder geval ook een XL. En dit is weer van een ander merk. Het is allemaal verschillende merken. Maar dus de webshop Straatstijl. En spijkerjack. Ik heb al super veel spijkerjacks. Maar ik draag het ook echt heel erg vaak. Ik vind het nu alleen jammer dat ik het niet meer als jas kan dragen omdat het gewoon te koud is. Maar ja, je ziet me best wel vaak in spijkerjacks lopen. En elk spijkerjack dat ik heb, draag ik ook, zeg maar. Dus ik vind het super leuk dat ik dan kan afwisselen. Van achter is hij gewoon, ja, we noemen dat plain, zeg maar. Voor het wat gaten. En hij is wel donkerder. Ik heb nog niet eentje in deze kleur. Ik heb eigenlijk hele lichte. Ik heb een beetje zo'n vuil, een beetje zo'n grijs-blauwige. En een hele donkere. Dus dat is deze. En hij is super stevig, zeg maar. Hij is ook best wel, er zit natuurlijk geen zachte voering in, dus daardoor is hij niet echt warm. Maar hij is heel dik, dus op zich, dat op zich is hij warm, zeg maar. Dan een trui die ook best wel een beetje strak zit, maar ik kan hem wel gewoon nog prima dragen in een maat L. En dit, als er dan een maat groter zou zijn geweest, had ik hem liever een maat groter gehad. Volgens mij hebben de poesjes er al op gelegen. Ik vond de tekst super leuk. En ik ben tegenwoordig wat meer van het zwart dragen. Ik had al volgens mij in de vorige video een keer gezegd van het staat me gewoon best wel goed, zwart. Alleen ik voel me nooit prettig in een compleet zwarte outfit. Omdat ik dan in de spiegel kijk en dan past het gewoon niet bij mijn aura of zo. Ik hou gewoon meer van kleurtjes. Maar ik vind van boven zwart of van onder zwart heel erg leuk. Dat deze trui heel erg dun, gewoon echt een hele simpele trui. Maar wel heel erg leuk en ik merk dat ik dit soort zwarte truien gewoon heel graag draag. Dus hier ben ik ook super blij mee. En dan het laatste item. En ik heb het nu denk ik 2 weken binnen. En ik heb het echt in die 2 weken. Elke dag heb ik deze gedragen. En ik krijg ook heel veel complimentjes. En op stage vinden de kinderen hem helemaal geweldig. Want hij is zo zacht. Hij is dus ook zwart.
heel veel zwart en donker voor mij doen. Dit is dus heel lastig om te laten zien doordat ik met de softbox film. Kijk, ik probeer het goed te laten zien. Maar dit is zo fluffy, maar het zijn zeg maar korte haren. Het is zeg maar kort, dus er blijven ook geen dingetjes in hangen. Want ik had ook zo'n witte fluffy, als alles beter in hadden. En dat werd ook wel zo viezig. En deze ziet er gewoon nog super mooi uit, terwijl ik hem echt al zeker 14 keer aan heb gehad. Hij is dus lang en je ziet het wel op het aanbeeld. Ik vind hem zelf heel erg leuk staan. Er zitten geen knopen of iets in, maar ik ben ook iemand die eigenlijk nooit lange jassen doet, nooit dicht. Klinkt niet mooi. Dit is een maat 14, maar volgens mij is het ook gewoon, dit is sowieso de allergrootste maat die ze hebben, die ik heb gekozen. En dat was volgens mij een sale en echt helemaal niet zo duur, dus heel erg leuk. Super blij mee. Dit zijn dus de 5 items van straatstijl. En ik heb dus een winactie. Ik heb hier dus een lijst. Ik heb alles zeg maar, behalve de jas dan, wil ik dan nog niet dragen voordat ik het ga filmen. Dus alles lag klaar en dan heb ik notities gemaakt zodat ik niet vergeet wat ik heb gekregen. Even checken. Ja, ik mag dus 50 euro shoptegoed weggeven. Je moet mij volgen op Instagram. Dat is hun voorwaarde, dus dat vind ik wel chill. Prima. Je moet mij volgen op Instagram. Gewoon Charlotte Butbloem, @charlottebutbloem. Sowieso leuk om te doen. Ik ben best wel actief op Instagram. En straatstijl volg op Instagram, dus @straatstijl. En zeg dan dus wel even in de comments dat je meedoet. En dan weet ik niet precies wie de winnaar moet kiezen, maar ik denk ik zal het nog eventjes checken. Maar ik ga hierbij dan afspreken dat over 2 weken, dat ik dan de winnaar kies, ik of straatstijl. Dat laat ik dan ook weten op mijn Instagram, want als je meedoet volg je me daar toch al. Dus dan zie je dat vanzelf voorbij komen. Over 2 weken, 14 dagen ongeveer, misschien 15, dat kan ook. Maar hou mijn Instagram daarvoor even in de gaten. Volg dus mij en straatstijl en comment even dat je meedoet. Dan checken zij of je ons allebei volgt, dan check ik dat. En dan komt het goed. Oké, dan kan je dus 50 euro shoptegoed winnen. Goed, ik heb nog nooit zoiets gedaan, een winactie van een ander, dus het is even wennen. Dat was dus straatstijl. Dan heb ik een webshop Gearbest. En ik moet zeggen, ik heb dit al een beetje heel erg lang liggen. Maar ik ging dus onverwacht op vakantie. En daardoor duurde het eventjes. Dus ik ben een beetje laat met opnemen hiervan. Maar hierover moet ik zeggen, ik mocht dus voor $40 wat uitzoeken. Dus dat is best wel minder dan bij andere webshops. Maar ik wil altijd toch wel bij kleding denk ik. Oh, ik ga eventjes kijken. Want ik was bijvoorbeeld laatst gevraagd door een webshop die echt jassen verkocht en jurkjes van €100. Maar daar heb ik dan bijvoorbeeld nee tegen gezegd. Want het past niet bij mij. Dat zou ik normaal ook niet kopen. En hier heb ik toch 4 of 5 dingetjes voor $40. Dus dat is best wel veel items, zeg maar. Ik moet alleen zeggen dat sommige dingen me wel een beetje zijn tegengevallen. Dat heb ik ze ook zelf eerder verteld. Als eerste deze. En het is heel erg lief, want ik zat net boven het bedrag. En toen kreeg ik alsnog deze erbij. En ik vond het er zo mooi uitzien bij dat meisje. Maar dit is dus een voorbeeld van iets wat ik veel te groot heb gekocht. Ik moet gewoon beter die maattabellen checken. Maar ja, ik weet niet wat jullie hiervan vinden. Maar ik vind het dus echt een beetje zo'n vibra dingetje. Gewoon, het is zo stug. Het is, ik weet het niet. Ik heb al een keer gezegd, ik wil ooit zo'n winactie gaan doen met allemaal spullen die ik heb gekregen die ik dan niet gebruik. En dat is dan iets wat daar waarschijnlijk ook in komt. Ook als pyjama vind ik hem niet zo leuk. Ik zal wel gewoon het aanbod laten zien, maar het staat gewoon niet zo mooi. Het is dan ook helemaal niet duur, maar ja, het moet gewoon wel leuk zijn. Ik vind deze niet zo leuk. Dan een shirtje die ik wel super leuk vind. En hiervan vind ik ook het materiaal leuk. Print, dit vind ik gewoon echt een leuk shirt. Hij is alleen een klein beetje strak. Maar ja, dat is dus nou eenmaal zo. Maar hij is wel echt heel erg leuk. Ik vind deze hond super cool. Ik vind het model heel erg leuk. Want hij loopt een beetje zo. Een beetje een mooi silhouet. Hier wat voller, hier wat smaller, hier wat wijder. En van achter is hij wat langer. Met echt een aangestikt stofje. Maar wel heel erg grappig. Deze vind ik dus echt super leuk. Dus dit is wel eentje waar ik echt heel erg blij mee ben. En het stofje is heel erg chill. Volgens mij heb ik bij Gearbest gewoon echt elke in de grote maat besteld. Zo niet zal ik het even bij het linkje zetten. Maar ik denk het wel. Dit shirtje vond ik vrij duur. Want volgens mij was deze echt $20. Maar hier werd ik echt verliefd op. Want ik ben gek op roze en wit. En dit vind ik gewoon heel erg leuk. Alleen, dat, misschien ligt dat aan mij. Maar dit is zo'n dikke stof. Dat is, ja, dat noem ik dus vibra stof. Maar je kan het niet zien. Maar het is zeg maar zo super stretch. Dat is het. Ik hou niet van stretchstof. Want dan moet je iets dus strak kopen. Dat het heel mooi strak aansluit. En ik draag oversized dingetjes. Dat is het. Alhoewel dat grijze, dat stretcht ook. Maar ik weet niet of jullie weten wat ik bedoel. Maar het is zo'n hele dikke stof. Misschien kan ik kijken wat het materiaal is. Maar ik vind het shirtje zelf dus heel leuk. Maar het materiaal vind ik helemaal niet leuk. Waar me aan doet denken is als je zeg maar vaak bij sportdagen of op school krijg je een gratis shirt. Of bij een kamp of weet ik veel. Gewoon zo'n shirt met een print erop. Dan is het zo'n soort stof, zo'n heel dik, vormloos shirt, zeg maar. En dat is dit dus. Dus ja, ik draag het dan niet echt met veel plezier. Het is gewoon heel erg dik. Maar ik vind de print dus zo leuk. Dus dit wordt voor mij een shirt waar ik in ga slapen. Dus dit, ja, ik vind het super, maar ik vind het jammer dat het zo'n dik shirt is.
Kun jij, schat, kan jij eens kijken hoe je dit zou beschrijven? Vind jij dat jij draagt dat soort stof wel, hè? Ja, dat is dus. Ja, ja dat is het stof die Ruben draagt. Nylon. Nylon? Dat is best wel goede stof, gewoon of niet? Maar ik weet niet, de HEMA heeft altijd een soort stof. Ja, HEMA. Maar ja, dat draag ik dus niet. Het is een mannenstof. Het is echt een mannenstof. Het is gewoon die stretch. Ja, nou, ik haat het. Maar dat is dus, zoals ik nu duidelijk vertel, dat vind ik niet fijn. Het zegt niks verder over het shirt, want het is gewoon een super stevig shirt. Maar ik weet niet, dat viel mij gewoon een beetje tegen. En dit shirtje is wel gewoon een heel chill, leuk stofje. En deze is wel wat kort en wat strak, maar dat had ik al gezien. Maar ik vond het zo leuk. The Only Man I Trust. Jack. Gin. Jim. Oh, ik dacht Gin van Gin Tonic. En José. Ik ben een beetje een noob, want ik ken deze drankjes helemaal niet. Maar ik vond het grappig. Dus gewoon de namen van alcohol. Alleen die mannen vertrouw je. Nee, dit shirtje vind ik wel heel erg leuk. En deze was echt super cheap. Maar het is wel zo'n shirtje die ik ook op... Ik ga de naam niet noemen, want dat is misschien leuk om te zeggen. Maar ook van die online winkels heb gezien. Die heel veel winkels dus verkopen, omdat ze ze daar inkopen. Maar was nog wel heel erg leuk. Dat was dus Gearbest. Ik weet niet, eigenlijk valt het nog wel mee hoe negatief ik ben. Maar het is gewoon, het valt allemaal net niet lekker. Maar een ander iemand was waarschijnlijk wel heel blij mee geweest. Dan de laatste webshop alweer, dat is Shein. En daar heb ik nu voor de tweede keer wat uitgezocht. En als je mijn weekvlogs volgt, heb je die ook al gezien. Dat Ruben het compleet is afgekraakt. Alsof ik uit de auto was getrapt en van het leger des hels. Zo vond hij dit. Dat dan ook dit spijkerjack. En ik moet eerlijk zeggen, ik vind ook dat er te veel gaten in zitten. Maar dit is echt zoiets wat dan van die perfecte YouTubers en beautybloggers, echt zo, van die fashionistas, die zouden dit helemaal perfect kunnen stylen. Ik moet dat nog even ontdekken, maar ik denk echt wel dat je hier wat mee kan. Maar dat het meer voor de zomer is, echt als accessoire en niet als jas. Want als je dit als jas draagt, dan is het echt van, what the fuck, waarom heb je zoveel gaten? Maar dat is dit spijkerjack en ik vind hem verder heel erg leuk. Het zijn wel iets te veel gaten. Dus hebben jullie een idee hoe je dit kunt stylen? Ik denk echt op een shortje in de zomer of zo. Kijk, dit is gewoon net iets too much. Hiervan ben ik echt heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Aangezien Ruben zo heftig reageerde. Ik had ook wat comments van mensen die zeiden, ik ben het echt eens met Ruben. Dus laat het even weten. En dit heb ik in een L besteld. En dan alweer het laatste shirtje. En hiervan zei Ruben, je lijkt op een overdreven dramadocent. Dit is weer precies hetzelfde stofje als die witte met dat gezichtje erop. Zo'n dikke HEMA mannenshirt. Dus dat vind ik niet zo fijn. Hij stond leuk, maar het is dus vormloos. Dus misschien heb ik het al gewoon... Moet je dat dus strakker kopen, dat het dus strakker in je lichaam zit. Maar zoals ik al zei, daar hou ik dus niet van. En ik vind daardoor, het is zo... Dit is zo vibra. Ik vind het echt vibra. Ja. En dit, hier werd ik dus helemaal verliefd op. Dit vind ik helemaal geweldig. Wat Ruben dus heel lelijk vindt, vind ik echt fantastisch. Alleen al die bolletjes vallen eraf. Dus daar ben ik ook heel eerlijk over tegen jullie. Het valt eraf. Dus dat is wel gewoon heel erg jammer. Het is gewoon... Ja, ik vind het wel heel leuk bedacht. Er zijn ook mensen die het waarschijnlijk super lelijk vinden. Maar ik vind het echt super cute. Dus, ja, zo zie je wel. Nederlandse webshops vind ik toch altijd... Ja, wat ik dan bestel, dan ontvang ik het. En dan denk ik echt van, ja, precies wat ik ervan verwachtte. En dat heb ik dan bij die buitenlandse webshops wat minder. Maar dat kan ook weer anders zijn. Het is gewoon bij buitenlandse webshops, weet je niet wat je krijgt. Het is of gewoon helemaal goed, maar het kan ook helemaal niet goed zijn. En die Nederlandse shops hebben gewoon het beter uitgezocht. Die hebben wat beperkter assortiment en die hebben niet maar alles. En daardoor is het wat meer gewoon echt zoals straatstijl, weet je. Het is gewoon straatstijl. Het is gewoon goed. Dus dat vind ik wel een mooi verhaal. Dan... Deze, die heb ik al een tijdje geleden op Instagram geplaatst. De grap is dus, ik zal het even kort vertellen. Ik had geen idee wat Yeezys waren. Ik dacht, oké, ik mag gratis schoenen uitzoeken. En ze waren best wel duur, $160 of zo. Ik denk, cool. Het zag er gewoon heel erg vet uit. Alleen ten eerste heb ik de verkeerde kleur gekozen. En ten tweede, het zijn dus UA, dus unauthorized. Het zijn dus neppers en Yeezys. Dat weet dus iedereen wat dat zijn. Ik wist dat niet, maar dat is dus van Kanye West. Kanye West. En dat zijn dus deze schoenen. Nog een steekles. Dat zijn dus deze schoenen. Ik heb echt al 1000 mailtjes van die man gehad. Wanneer ik mijn review online gezet. Omdat hij anders ontslag of anders fired. Ontslagen wordt. Ja, ik wil het liefst wel positief over zeggen. Maar ik vind ze gewoon niet zo leuk. Maar ja, vrienden die hier waren zeiden dat ze ze wel helemaal geweldig vonden. Ze lijken in ieder geval best wel erg op de echte. Maar ik baal dat ik voor deze kleur ben gegaan. Ik zal even in de beschrijving zetten. Bij het linkje welke kleur ik had. Ja, ik vind het lijken op een linnen zak. Ik vind dit echt idioot. Ik snap niet waarom je dit... Jutezak. Ik snap niet waarom je dit op een schoen zou doen. Op zich zitten ze nog wel lekker. En ik vind dit op zich, dat suede dingetje, wel mooi. En ik vind dit heel erg vet. Maar ik vind dit gewoon lelijk. En
ik vind het zeg maar zelf best wel heel erg veel geld. Want het is gewoon zo'n 150 euro voor deze schoenen. En ze zijn dus nep, dus ik vind dat zelf te duur. Dus dat. Maar ik heb dus wel een kortingscode. Dus mocht je ze wel leuk vinden voor 30% korting. Dus wel super veel. Ja, dat zou ik dus alleen doen als je dit soort schoenen echt super vet vindt. En dat je dus niet uitmaakt dat ze nep zijn. Want dan in verhouding tot de echte prijs zijn ze natuurlijk wel gewoon super betaalbaar. Maar goed, ik heb ze nog niet aangehad. Dat zeg ik heel eerlijk. En ik wist dus niet toen ik ze had. Toen zei ik mijn Yeezys. En toen dachten we dat ze echt waren. En toen kwamen we erachter dat ze nep waren. Want ze gingen echt helemaal stuk. Want op Instagram dacht ook iedereen dat ik echt had gehad. Dus dat zijn deze schoenen van yesyeezy.com. En kortingscode staat dus in de beschrijving. Dan heb ik nu dus het gevoel dat ik helemaal niet veel heb laten zien. Maar volgens mij was het gewoon super veel. Ik ga ook nog alle aanbeelden filmen. Dat is ook altijd nog een heel werkje. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Er komt nog een shopvlog aan. Met precies dit soort webshops. Met Runway en Come Get Fashion. En nog wat. Met allemaal kleding. En er komen ook nog beauty verzamelvideo's aan. Heel erg leuk. Dus alles wat ik heb gekregen laat ik aan jullie zien. Laat zeker even weten of jullie dat leuk vinden om te zien. En ja, laat gewoon een leuke comment achter. Want dat vind ik echt super leuk. En doe dus alsjeblieft ook even de duimpjes omhoog. Want dat vind ik ook heel erg leuk. Vergeet ook niet te abonneren. Bedankt voor het kijken. En volgens mij heb ik alles wel gezegd. Tot de volgende video. Doei!